Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij hier op het Tultrex. De enige echte. Nou, weer even de hele tijd even weg geweest. Even een tijdje niet gevlogd. Ik had gewoon even geen zin in. En ik heb zoiets van de laatste tijd van als ik niet zo zin heb, dan doe ik gewoon lekker niks. Lekker uitrusten, lekker bijkomen. En ik heb momenteel vakantie. Ja, we gaan op vakantie weer. En ik heb er ontzettend veel zin in om lekker op vakantie te gaan. Ik weet nog niet of ik ga vloggen, want jullie weten het inmiddels bij mij. Niks is zeker. Ik had toen ongeveer iets meer dan een jaar geleden... had ik het plan om te vloggen weer op mijn vakantie. Toen is er helemaal niks van terechtgekomen. In december ben ik toen ook geweest. Ook niks van terechtgekomen. Maar ik ga in ieder geval weer naar Marveld. Ga ik weer lekker naar Marveld in Groenlo in de Achterhoek. We gaan uit eten met Esther. Is de bedoeling. En voor de rest gewoon lekker vakantie vieren. Rustig aan doen. Lekker wandelen. Vooral lekker uitrusten. Lekker in de jacuzzi zitten op mijn gemakkie. Heerlijk. Ik heb er zin in, jongens. Ik had natuurlijk eigenlijk al eerder vakantie moeten nemen. We wouden eerder vakantie nemen. Maar ja, er kwamen allemaal dingen tussen. Mijn moeder natuurlijk, die ziek werd. Ik door mijn rug heen gegaan. Bokito, die was niet helemaal lekker. Die staat daar zo, Bokito. Hij gaat niet mee. Hij zou met vakantie zou niet meegaan. Omdat het niet zo goed met Bokito nog gaat. Want hij heeft een beetje probleempies. Een beetje ouderdomsproblemen heb jij, hè? Ja. Hij komt niet meer op gang, die ouwe. Kijk, daar heb je hem. Bokito. Kijk even in de camera. Goed zo. Kijk even in de camera. Maar hij zou meegaan. Maar ik zat er echt mee in mijn maag. Ik vind het niet verantwoordelijk om hem mee te nemen. Ik vind het gewoon... Hij is het niet gewend. Hij moet 2 uur in een hokje zitten als we gaan rijden. Dus ik was het er niet echt mee eens. Gelukkig wil mijn nichtje toch nog voor hem zorgen. Dus we hoeven hem gelukkig niet mee te nemen. Ik ben er wel echt ontzettend blij mee. Hij is nou net weer een klein beetje... Is hij weer een beetje aan het opkrabbelen. Het gaat al een stukje beter met hem. Maar als hij dadelijk weer 2 uur in de auto moet zitten. En dan weer 2 uur terug. En in een totale omgeving die hij niet kent. Ik denk dat hij dan heel veel stress krijgt. En dat is gewoon helemaal niks is dat. Dus we laten hem gewoon lekker thuis. Ik vind het eigenlijk wel prima zo. Prima deluxe. Hè, Bokito? Ik denk dat het voor Bokito ook veel beter is als hij lekker thuis blijft. Nou, wat heb ik voor de rest gedaan? Ja, alleen mijn werk. Hè. Natuurlijk niet echt heel erg veel gebeurd. Lekker gewerkt. Mijn rug is gelukkig over. Ik voel het af en toe nog wel eens een klein beetje. Maar het is niet meer gelukkig van die naart dat ik er echt los van heb. Dus gelukkig gaat het met mijn rug al een stuk beter. Is het zo goed als genezen. En kan ik er weer lekker tegenaan in ieder geval. Dus dat is even een beetje een korte update van mijn vakantie die eraan zit te komen dus. En een beetje een updateje van hoe het met mij gaat. Maar in ieder geval, ja, lekker vakantie jongens. Ik ga ervan genieten. Ik weet nog niet of dat dus gaat vloggen. Dat zien we vanzelf wel. En wat er gaat komen. En of dat ik dan de camera even pak. Van joh, dat is misschien wel even leuk om dat even te filmen. We gaan het vanzelf wel zien. Ik laat me gewoon weer verrassen. Het is vooral vakantie, hè. En vooral vakantie moet je gewoon lekker rustig aan doen. Moet je niet allemaal drukke dingen gaan doen en zo, dit en dat. Dus ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe de duimpje de lucht in. Abonneer op mijn kanaal voor meer. Druk op belletje. Dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen maar zeggen, de groeten van deze kant. Tot de volgende. Bye bye. En als je abonneert, even een notificatiebelletje aanzetten. En vooral even omhoog die duim. Want het is dood en doodstil op mijn kanaal. Maak het weer een beetje levend. Jongens, bye bye. Hoi.